Op 21 en 22 juni 2019 heeft Suriname de High Level EU Select Meeting georganiseerd. Tijdens deze meeting is er gesproken over de wereldwijde aanpak van de drugsproblematiek. Directeur Danielle Feira en majoor Gwendoline Babel geven aan wat de uitkomst van deze meeting is en hoe het beleid rondom de aanpak en bestrijding van de drugsproblematiek in Suriname is. De EU-CELAC-meeting hebben we dus vorige week donderdag en vrijdag gehad. Het is dus een tweedaagse high-level meeting waarbij dus de Europese Unie en de CELAC-landen bij elkaar komen om dus te praten over de drugsbestrijding binnen deze twee regio's. De meeting is vruchtbaar geweest. We hebben over een aantal zaken kunnen praten en we hebben dus ook twee documenten kunnen aannemen aan het eind van deze meeting. En waar gaan die twee documenten over? Het ene document is dus het annual report. Daarin wordt dus aangegeven de analyses die gemaakt zijn het afgelopen jaar en de resultaten voortvloeiende uit dus deze, dit mechanisme, dus EU-CELAC-mechanisme. En het andere document is dus de outcome document en daarin geven we dus aan dat zijn beide regio's er het over eens dat er nog politieke dialoog moet plaatsvinden, dus dat geeft aan op het hoger niveau, over drugsbestrijding en dat we natuurlijk ook op een regionaal niveau moeten praten over hoe we vraag en aanbod van dit product gaan beheersen. U zegt tijdens de meeting zijn er een aantal punten besproken. Kunt u in het kort aangeven wat voor punten en wat er besproken is? Een van de zaken die besproken is, is natuurlijk wat doen de individuele landen op het gebied van drugsbestrijding, toch? En dan geven landen dus zo'n presentatie en dan wordt er dus vanuit de CELAC-landen, dus dat zijn de Caribische en Latijns-Amerikaanse landen, is er dus een presentatie gegeven. En vanuit de Europese Unie geven dus ook een aantal landen aan wat zij doen. Natuurlijk komen niet alle landen aan bod of krijgen niet alle landen de gelegenheid om te praten, omdat we anders dan, ik denk, een week of zo bezig zouden zijn. Maar een aantal landen hebben dus hun nationale doelstellingen en activiteiten met ons gedeeld. En een ander punt is ook dat we nagaan welke activiteiten gaan we nog meer ontplooien in het komend jaar. En vooral vanuit de EU-zijde, omdat de EU dus deze activiteiten fond, hoe zeg je dat in het Nederlands, dus zij betalen dus voor die activiteiten, voor die programma's. Dus ze hebben dus aangegeven welke programma's ze hebben ontwikkeld en hoe je dus kan komen aan gelden om dat soort programma's ook in je land uit te voeren. Dus dat hebben we allemaal gehad en voor Suriname zijn we nu, beginnen we overmorgen met het nagaan. Aan de hand van de programma's die de EU heeft ontwikkeld, gaan we dus na waarin kan Suriname deelnemen, zodat wij dus ook dat soort programma's hier hebben. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk, we hebben C-COP. Dat is dus een seaport programma waarbij dus op de zee, op onze rivieren, gaan we dus vessels kunnen searchen. Met vessels bedoel ik schepen gaan we dus kunnen controleren. En daarvoor heb je speciale tools. Want ik weet niet als je weet hoe zo'n groot schip eruit kan zien. En we weten dat er ook contraband en dat soort dingen plaatsvindt. Dus je moet opgeleide mensen hebben hoe je zo een schip kan strippen. En een ander is ook AirCop. Dat heeft dus te maken natuurlijk met onze luchthaven. Dus zo zijn er nog een heleboel andere programma's. En dan gaan we dus kijken wat kan Suriname specifiek gebruiken en hier implementeren. Want niet alles kan Suriname nemen, toch? Want je moet doelstellingen hebben, je moet beleid hebben. En dan kijk je waar kan je dus de gelden daarvoor vinden. U had het over activiteiten die mogelijk volgend jaar georganiseerd kunnen worden of gedaan kunnen worden. Heeft u al een idee welke activiteiten dat zijn? Niet volgend jaar. We beginnen over twee dagen. Begint dus directeur Nationale Veiligheid met nog een heleboel andere stakeholders na te gaan welke programma's we kunnen implementeren in Suriname. En dan is er dan een traject daaraan gekoppeld. Omdat de EU heeft aangegeven wat ze hebben. En dan moet je dus schrijven en dan krijg je dus het antwoord, ja of nee. En dan geven ze dus aan hoeveel geld er ter beschikking is. Maar het fiscaal jaar van de EU, als ik het goed heb, start het oktober. Dus dan kan je vanaf oktober tot volgend jaar oktober dus die programma's uitvoeren. Maar los daarvan
is er ook voor Suriname een budget dat gewoon de regering of de overheid en het DNA heeft goedgekeurd om aan drugsbestrijding te doen. En dat budget ligt bij verschillende ministeries. Het ministerie van Justitie en Politie, maar ook het ministerie van Binnenlandse Zaken waar het directoraat Nationale Veiligheid onderdeel van is. En ook, ook bij het ministerie van Onderwijs, omdat we ook daar naar de jeugd moeten gaan om programma's te draaien die te maken hebben met drugsbestrijding. Dus zo gaan we allemaal door en dan aan het hoger streven is natuurlijk om het beheersbaar te maken. En ik denk dat we allemaal ervoor gaan dat we onze jeugd kunnen behoeden voor die nare gevolgen van drugsgebruik. Suriname stelt dat drugs, of dan wel de strijd tegen illegale drugs, daar voeren wij dus het do-nonsense beleid. Het is dan, wanneer we dat zo aangeven, zetten we alle diensten die wij hebben in Suriname, stellen we ten dienste om gezamenlijk te werken eraan dat de smet die op Suriname rust, als ze zijn dat wij een land zijn die de doorvoer van drugs faciliteert, om die smet weg te raken. We weten, ja, het klopt, dat en er zijn een aantal cases geweest waarbij we gezien hebben dat het werkelijk gebeurd is. En elke keer is het weer een keer te veel. En daarom werken wij eraan, niet alleen in Suriname met de diensten hier, maar zeker ook internationaal met alle andere diensten die met ons samenwerken. Dan denken we dus aan de diensten in de USA, maar ook diensten in Europa, intelligence diensten, in mensen die, niet mensen, diensten die informatie aan ons verschaffen en dan ook zo vice versa, om ervoor zorg te dragen dat de drugsverhandeling vanuit Suriname naar andere orde niet meer plaatsvindt. En onlangs is de meeting geweest, de EU-select-meeting, betreft de aanpak van de wereldwijde drugsproblematiek. Wat is de rol van Suriname daarbij? Binnen de EU-select, dan praten wij dus over de Europese Unie en de Caribbean en de Latijns-Amerikaanse landen. Die twee regio's hebben ervoor gekozen om bij elkaar te komen, om regelmatig over drugs te praten, werelddrugsprobleem te praten. Wij kijken daarbij dus naar hoe het gegaan is. Zijn er goede voorbeelden, succesverhalen, maar ook wat nog steeds dan wat wij noemen de uitdagingen zijn. U weet, bij drugs gaat het over, kijken we naar vraag en aanbod. Er moet een vraag zijn en daardoor wordt dus aanbod dan gecreëerd. Wij stellen dus dat de CELAC-landen de landen zijn waarbij de drugs wordt geproduceerd en van daaruit wordt doorgestuurd naar de vraaglanden, de demandlanden. Maar het is nu ook zo, hebben wij gezien, dat drugs ook wordt geproduceerd in de meer traditionele vraaglanden. Ik denk dat niet zo lang terug er nog een bericht uitkwam waarbij de grootste, een van de grootste drugsproducenten, drugsfabrikanten, opgepakt is in Europa. Dus ook hebben wij gezien dat vooral synthetische drugs, maar ook andere soorten drugssoorten, ook elders worden geproduceerd. Dus de grenzen zijn aan het verleggen. En wat doen we dus? Ik gaf het aan. Wij kijken wat zijn de uitdagingen. En van daaruit kijken wij naar, zoeken wij met elkaar naar oplossingen om dit probleem te versmallen. Het probleem kan je niet helemaal wegdoen, maar je kan het wel versmallen, steeds kleiner maken. En wij stellen dan in Suriname, hebben wij gezegd, kijk, je kan blijven kijken naar het feit dat wij worden gecriminaliseerd. Of wij kunnen juist deze schat die wij hebben omzetten in een meerwaarde voor Suriname. En hoe doen we dat? Wij hebben gezien dat de CELAC-landen een hele goede grond hebben. Er wordt aangegeven, hier groeit goede drugs. Wel, wij gaan investeren in drugssoorten die het welzijn van de mens kunnen bevorderen. Niet de gezondheid omlaag halen, maar meer ernaartoe waarbij wij zeggen van dit kan ervoor zorg dragen dat mensen er gezond van worden. En die hebben wij, die case hebben wij ook gevoerd tijdens deze meeting. Ik denk dat als de presentaties zijn bekeken van ons uit, dan zal men dat ook wel hebben gezien. Samen met andere landen hebben wij daarvoor dus geopperd. Ik denk dat u in een andere sessie daar meer over zal horen. Maar wij kiezen ervoor, naast dat wij werken aan de versmalling van de drugsproblematiek in de wereld, werken wij eraan om te versterken het potentieel dat wij hebben om de grond
de meerwaarde daarvan te verhogen. Alleen ter verbetering van het welzijn en gezondheid van de mens.